Hallo iedereen, mijn naam is David Smet en welkom bij de Gazet van Rosselaar Kortenberg. Fijn dat u kijkt naar deze podcast. Deze week ga ik een verhaal lezen en dat is over Pluk en zijn vriendjes. Dat is een boek en dat is van Annie M.G. Schmidt. Ik ga dit boek beginnen te lezen. Pluk en zijn vriendje. Er zit ook tekst in en fotoprenten, dus ik ga het ook aan jullie laten zien. Dus. Oké. Pluk rijdt met zijn kraanwagentje door de stad. Hij zoekt een huis om in te wonen. Alle huizen zijn vol. Gezien dus jullie zagen op de foto, dat is Pluk. Dit jongetje hier is Pluk. En hij is aan het rijden met zijn wagentje. Het is met een kraanwagen. Maar Dolly de duif kan Pluk helpen. Zij weet een kamertje voor hem dat nog leeg staat. Boven in de toren van dus dit is Dolly de duif en dit is Pluk. De pette flat. Pluk gaat er meteen wonen. Hij is erg gelukkig in zijn torenkamertje. En in de pette flat maakt hij veel vriendjes. Dat is het torenkamertje waar Pluk in woont. Gezien, dan ga ik naar het volgende bladzijde. Zada is een hele lieve kakkerlak. Hij woont bij Pluk. Hij slaapt in een luciferdoosje en het liefst eet hij appelschilletjes. Dit is Achje. Ze mag nooit buiten spelen van haar moeder. Want dan maakt ze zich maar vies. Dit is Achje. Dus, ik heb net gelezen. Dit is Achje omdat zij niet mag buiten spelen van haar moeder, want anders maakt zij haar kleren vies. Meneer Pen heeft een boekenwinkeltje onder in de pettenflat. Hij staat altijd klaar om Pluk en zijn vriendjes te helpen.
Meneer Spen heeft een eigen winkeltje. Langhorst is het langste paard van de wereld. Voorop ziet de majoor en de adjudant zit achterop. Niemand mag in het midden zitten, want dan buigt Langhorst door. Je hebt het gezien. De krullenbaar is een rare vogel. Hij heeft haren in plaats van veren. En hij roept prrr, taliloe. Dus, ik zei dat de krullenbaar, die is een rare vogel, en hij heeft haren in de plaats van veren. De stampertjes wonen in de flat, boven mevrouw Helderder. Er liggen matrassen op de grond. Zo kunnen ze lekker hard stampen. Ze houden het meest van. Frieten! En wie bakt de lekkerste frieten? Vader Stamper. Na het eten gaan ze allemaal slapen in hun hangmatjes. Welterusten. Die slapen allemaal in een hangmatje. En dat was het boek van Pluk en zijn vriendjes.